Afrodite, de godin van de liefde. Hera, de godin van het huwelijk en de vrouw van oppergod Zeus. En Pallas Athena, godin van de wijsheid, waren gezellig aan het kletsen in het park. Totdat de twistappel in het midden werd geworpen. Dan komt Paris. Oh, en de Louis Vuitton-tas heb je... Voor de mooiste. Voor de mooiste? En hij rolde naar mij toe? Ja, en dus nee, 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 mijn appel. Ik ben de mooiste. Oh my god. Hey! 200 meter op mijn been en een derde gaat om me heen. Nee! Mijn appel! Nee! Hij is voor de stijl voor mij! Laat mij kiezen welke van jullie de mooiste is. Zeg mij, godinnen, wat hebt u te bieden voor deze appel? Als je mij kiest, zal ik je alle wijsheid ter wereld geven. Je zult de slimste man op aarde zijn. Oké. Oké, wat heb jij mee te bieden? Alle macht op aarde die je maar kunt bedenken, over zeeën en over al het land. En jij? Je zal de liefde van je leven ontmoeten. Je zal met de mooiste trouw van de wereld, vrouw van de wereld trouwen. Sorry dames, ik ga voor de liefde. Paris trouwde met de mooiste vrouw van Griekenland, zoals beloofd. Dat was Helena, de vrouw van Menelaos, de koning van Sparta. Paris en Helena ontvluchten hem en vertrekken samen naar Troje. Menelaos is woedend en dit is het begin van de Trojaanse oorlog. Hierin staan Hector, de beste strijder van de Trojanen, en Achilles, de beste veldheer van de Grieken, tegenover elkaar in de strijd. Halt, ben jij Achilles? Ja, ik ben Achilles. Ik eis een gevecht. Ja. Na jarenlang vechten bedenkt Odysseus een list om de Trojanen te verslaan. De Grieken bouwen een groot paard dat ze voor de poorten van Troje neerzetten. De Trojanen denken dat het een trofee is en ze menen dat ze de oorlog hebben gewonnen. Laocoon, de priester, probeert zijn volk te waarschuwen, want het paard is geen trofee, maar een valstrik. Poseidon, die aan de kant van de Grieken staat, stuurt een verschrikkelijk zeemonster op Laocoon af. Mede Trojanen! Haal dit helse paard niet de stad in, want de goden hebben aan mij bericht dat dit helse paard is gevuld met Grieken. Dit is een list van Odysseus. Antigone! Nadat de Trojanen het paard toch hebben binnengehaald, vieren ze een groot feest. Als alle Trojanen dronken in slaap zijn gevallen, sluipen de Grieken uit het paard en vermoorden de Trojanen. Thank you.
Dat was hem. Dat was hem.